Hallo, ik ben Albert en dit is mijn vrouw Lieve. En we hebben deze zomer ons dak laten isoleren. Een tijd geleden las ik een artikel over energiebesparing. We lieten een energiescanner komen, gratis. En Veerle noteerde alles van verwarming tot verlichting. En ze wees ons op het sluipverbruik, op zolder. Tja, daar scoorden we erg slecht. Er zat zelfs een gat in ons dak. Geen wonder dus dat onze energiefactuur zo hoog was. Veerle nam meteen de maten van ons dak. Zij berekende hoeveel het zou kosten om ons dak te laten isoleren. En met de juiste isolatie, zei ze, konden we verschillende premies terugkrijgen en zou onze energiefactuur spectaculair dalen. Na een tijd zouden we het geld er automatisch terug uithalen. Maar voor dakisolatie moest de zolder eerst leeg. Het was een fijne dag. Wij haalden heel fijne herinneringen op aan al die jaren samen. Ja, ja. En onze trouwfoto die kreeg eindelijk een ereplaats. Alles wat we niet meer nodig hadden, brachten we daarna naar de kringwinkel. We konden er zo misschien iemand anders blij mee maken. De zolder was helemaal leeg toen de aannemer kwam. Wij waren wel benieuwd hoe snel die mannen zouden werken. Het was eigenlijk allemaal vrij simpel. Eerst brachten ze een dikke laag minerale wol aan tussen de balken. Daarna een dampscherm tegen de condensatie, zodat er geen vocht in de wol zou kruipen. Fijne vakmannen waren dat. Tegen de middag was de klus al geklaard. Veel sneller dan gedacht. Dat was beslist een lekker kopje koffie waard. De aannemer zei nadien, nu gaat je pas echt kunnen genieten van uw vrije tijd en uw pensioen met uw vrouwtje. Je zult zien wat voor een verschil die dakisolatie maakt. En weet je, het is echt waar. Elke maand sparen we een pak geld uit en het is zelfs overal heerlijk warm hier in huis. Twijfel niet langer en laat je dak isoleren. Haal het startpakket bij een woonloket of bel het gratis nummer 1700 voor een informatiepunt in je buurt.